Als het goed is, zijn we nu live. Ik weet het niet zeker. Ja, ja, kijk, we zijn live, Milena. Oké, wacht, ik doe me eerst even zo. Dan kan ik van tevoren even zeggen, jullie horen ons heel slecht, staat in de beschrijving ook. Maar ja, wie kijkt er nou naar de beschrijving? We gaan vandaag enge oma spelen. En ja, je moet je geluid wat harder zetten, omdat je dan Milena ook kan horen. En dan hoor je mij ook sowieso, want je hoort mij zo meteen slechter. Goed, veel plezier met kijken. Dit is een horrorspelletje. Joe. Gaan normaal toch? Of wil je eerst practice? Wil je oefenen? Ja, laten we oefenen. Practice. Explore the house fairless. Killer is niet aan. Nou, dan doen we dat. We gaan hem dus nu even beginnen zonder killer. Ze gaan door het huis en ijsje niet. Zij, ja. Zij, ja. Het is een oma. Ja, het is ja. Ja. Ik snap niet waarom ze het zo heftig doen. Want wat... Oh, ja, wacht. Sensitivity. Hier word ik wel een beetje eng van. Moet ik heel eerlijk zeggen, hier word ik een beetje eng van. Nee? Maar stel je voor dat je dit moet doen als de persoon er wel is. Ja, het is een sensitivity. You need a crowbar. Okay. Trouwens, ik heb een keer een video gezien. En toen... Ja, nee, maar dat was ook met precies dit. En dat is precies deze map. Dat was precies deze map. Maar dan in een ander goed spel, zeg maar. Zo. Kan je dit gooien? Nee. Zo klinkt het wel. Weet je wat het is? In elke kamer liggen geheime dingetjes. Bijvoorbeeld een crowbar. Hier ligt normaal een wapen. Dit zijn kogels. Maar hier ligt normaal ook een wapen bij. En dan kan je die gozer dus schieten. Maar ik denk dat we de... Ja, niet. Wat als je hier omhoog gaat? Wat heb je? Ah, het is wel wet. Hey, een plieger. Er is geen gevaar en ik schrik me al helemaal de tering. Hier heb je een deur van nodig. Had je daarvoor beneden niet iets van? Deze lijn. Ja. Ja. Uit. En een hamer.
ijskastjes uit. En of. Nou, maar in principe, als je nu weet hoe de map in elkaar zit, weet je tenminste wat je doelstelling is. En ik had ergens players voor nodig. Daar word ik wel langzaam een beetje van hoor. Nou, gewoon van die horrorgeluiden, dat is hier tegen. Ook niet eens allemaal. Oh jawel. Alleen sommige hebben wat meer moeite. Ik denk dat hij dat ook hoort. Hey, guess. Okay. Oh, je kan ook maar één ding mee. Dit spel gaat echt. Waarvoor had je een gascan nodig? Ja, dat is gewoon de beste. Dan kan niemand er op gezet worden. Oh, een sleutel. Ja, maar waarvoor heb ik die nodig? Ja, maar ik kan er maar één meenemen. Zou ik die dan meenemen in plaats van de gaskan? Maar ik weet wel waar de keuken is. En dan gaan we gewoon even naar de keuken toe. Wat ziet hij? Kijk. Wat zie je? Dit is toch de keuken. Jawel, want deze kon ik net niet open. En nu heb ik een hamer. Wat kan ik met een hamer? Nee. Zou je wel denken? Kan niet. Heb ik een gascan? Oh wacht. Gascan. Oké, wacht. Ik drop dit hier. Gascan. Eentje omhoog. En dan hier. Ja, en die lijn. Power restored. Oké. En dan kan je daar naartoe. Voor die. Denk ik. Ja. Ja, oké. Ooit zo ver gaan krijgen in het echte spel. Wat shine hier zo? Is dat een hint? Moet ik met een hamer op die mensen tikken? Of zou hier normaal een wapen liggen of zo? Oh. Zou hier normaal het wapen liggen? Om die gozer te schieten. Ik snap nu al geen reden. Ik weet nu hoe het huis in elkaar zit. Dat is fijn dat ik dat weet. Maar meer dan dat weet ik niet. Hey, een crowbar.
deze kan je hier gebruiken. Maar hier kwamen we vandaan. Oh, waarschijnlijk kan die oma daar niet in. Dus dan zit je daar altijd veilig. Oké, dus de crowbar is wel een belangrijk iets. Yo, nou, nee. Dat is deze. Nee, het is deze. Ja, zo. Nee. Oké, maar dus even checken. Je belt wel die, ja. Als je hier spant, wat moet je dan als eerste doen? Ja, en die ligt op die tafel. Dus dan moet je die crowbar, dan ga je daar naartoe. Ja, maar je kijk, het draad zit die kant op. Dus je pakt je crowbar en dan moet je deze kant op. Alhoewel, je hebt die crowbar. Dus als je daar naartoe gaat. Dan, kijk, dat vind ik zo leuk, hè, als je dan met je webcam zo dingen gaat aanwijzen. Zo. Nee, maar alhoewel, je gaat met een crowbar en als je daar dan in gaat. Dan kan ze je niks meer maken. Oké. Okay. Oh. Ik moet hem restarten, denk ik, hè? Of kan je hierin? Nee. Oké. Okay. Jij gaat heel hard schieten. Leg eens een bananenschil op je arm en dit is wat er gebeurt. heb je die zin om dat te doen? Nee. Hier, na het eten gooien we de bananenschil weg. Maar, doe hem voortaan maar op je arm. Dan moet je kijken wat er gebeurt. Zullen we met extra slots doen? Dat je meer dingen kan meenemen. Of extra locks. Dat is toch dat je meer dingen kan meenemen. Ik dacht juist extra sleutel. Dat doet wel niet. Easy. No extra locks. On exit doors. Oh ja. No cracking floors. One extra hiding place. Killer revive time. Ja, dus je hebt een wapen en als je hem dan killt, dan gaat hij minder snel. Minder snel revive. 2 extra logs. 1 May crack. Ja, maar dit is echt als je pro bent. Laten we überhaupt maar even proberen. Ik ga het geluid even wat zachter zetten. Laten we überhaupt eerst proberen. Een beetje duur. Ja. Om überhaupt die crowbar te pakken wordt al heel iets. Ik weet alleen, ik weet nog steeds niet wat je nou kan met zo'n flesje. Je hebt overal van die flesjes. Oh, je kan niet met linkermuisknop tieven. Oké, stap 1. Verstoppen. Ja, maar hij gaat nu eerst nog een paar zinnetjes zeggen. Die moeten we nu nog even afwachten. Kom op, meer zinnetjes alsjeblieft. Nee. Ik hoor hem. Ik weet niet of dit surround sound is, wat ik hoor. Want om heel eerlijk te zijn mensen, ik hoor niks via dit ding. Het is puur dat ik een beetje dicht bij de microfoon zit. Maar ik hoor hem ergens die richting. Hij kraakt. Het licht. Oh! Zag je hem sprinten? Hij sprintte. Ik zag een oma.
Ik zeg eens. Hij komt eraan. Die crowbar is weg. Hij ligt er niet. Dus je hebt geen ene reet aan die practice. Ja, een bear trap. Ja, wat wil je dat we nu doen dan? Ja, loop maar lekker weg, joh. Zullen we voor de wetenschap kijken wat er gebeurt als je zo'n bear trap loopt? Ja, maar je hebt meerdere levens. Eigenlijk zoveel als je wil. Check of ik niet onder het bed lig. Nee, ja, nee, maar het duurt inderdaad maar echt iets van 3 seconden of zo. Gaat prima. Is dat wel een mens zijn, hè? Nou. Ja. Oké, maar waar moeten we nu naartoe dan? En die crowbar ligt er niet. Ik hij kan niet. Ja, ik denk een hele goede van je. Even googelen, want het kan zo zijn dat er dus in die kistjes, in deze dingen hier, dat daar iets in ligt. Een sleutel, oh nee, we hadden geen locks, dus het kan zijn dat er een crowbar of iets in ligt. Dus alles kan. Zou ik de deur dicht doen? Ik weet niet of dat helpt. Er lag niks. Ik ga nu echt bed voor bed. Ja, en die voetstappen kloppen ook voor geen meter volgens mij. Want het klinkt alsof hij hier is. Wat als het precies omgedraaid is? Even kijken, die was zo open toch? Deze. Ja, moeten we dit doen? Hier waren we niet geweest naartoe, toch? Wel. Oh ja, die andere was dicht, dus we moeten hier wel naartoe. Oh, dat is de kelder. Ja, maar je. Dit is wel kut. We hebben nu maar één weg terug. Hier wel een crowbar. En de view. Nee, oké, maar ik moet nu dezelfde. Ik moet nu. Ik kan nu maar één kant op. En daarboven kom ik 2 kanten op. Eigenlijk 3 als je die tunnel weet. Zou die ons minder goed horen wanneer ze sluit? Denk, maar dat denk ik, dat hij iedere deur hoort. Dus ik denk dat je heel lang kan wachten, dat hij hem dan uiteindelijk wel hoort.
Ik dacht heel even dat ik een voetstap hoorde. Dat geef ik heel eerlijk toe. Maar ik word ook een beetje paranoïde. Voetstappen, die hoor jij ook. Nu niet, natuurlijk. Zet zijn voetstappen, joh, lul. Kom met me, bitch. Ik heb een flash. Ja, dit is misschien ook een beetje saai om naar te kijken. Een paar mensen die onder een bed zitten te verstoppen. Ja, maar ja, maar ja, maar ja. Wat gaan we doen? Ja, maar in die kast ligt niks. Dat is toch alleen maar een verstopplek. Ja, ik ben nu aan het sluipen hoor. Ik kan ook wel lopen. Maar... Hier, dit is een mooi verstopplekje. Vind ik wel een mooi plekje dit. En welk ding? Dat ding. Nou jawel, ja. Hey, als die crowbar niet op dezelfde plek ligt, wie weet wat daarachter zit. Misschien ligt daar wel de crowbar. Ik denk dat we gewoon omhoog moeten lopen, denk je? Gaan we dat doen? Ja of nee? 3, 2, 1, ja. Okay. Waar kom ik nu uit? Is hier niet de... Ja, we komen hier zo meteen een trap omhoog, volgens mij. Waarschijnlijk zijn we even snel. Ja. Oké. Gaan we het weer doen? Ja. Ja, als je rechts af gaat, als je zo meteen die trap mag en dan rechts af, dan kan je nog een keer rechtsaf. En dan heb je die trap. Of je gaat rechtsaf en dan rechtdoor. Maar dan kom je in die hele grote zaal uit. Volgens mij. Ja, anders. Maar welke kamer? Ik denk dat we die gascan moeten hebben. Want dan kunnen we die grote deur openen.
De gascan. Maar moet ik dan omhoog of niet? Ja, hè? Ja, ik moet omhoog. Ik weet niet. Oh, oh my. Oh my. Oh my. Oh my. Oh my. God, oh my gorgelt ook een beetje. Loop nu hier zo volgens mij. T-bag oma. Oké, ik heb nu een kitchen. Naar de keuken. Dat lag. Ik weet niet wat er nu ligt. Ja, maar dat. Ja, maar net zo goed ligt daar de crowbar. Of ligt daar de view? Ik denk dat dat gewoon telkens afwisselt. Ik hoor hem nog steeds, dus ik vind het eigenlijk net iets te riskant om te lopen. Weet je, jongens. Ondertussen. Nu wij zitten te wachten op enge oma. Ik heb een nieuw huisdier. Ik heb mijn microfoon iets dichter tegen mijn mond aangenomen, dan hoor je me wel beter. Sorry als je je geluid op 300 hebt staan. Maar ik heb een nieuw huisdier, namelijk een slang, een koningspython om precies te zijn. En daar ben ik heel blij mee. Het is mijn schatje. Het is mijn schatje. No homo, het is een jongen. Milena. Als je hem even je arm steekt, inderdaad. Nee, één arm. Één arm. Ja. Nou, maar je moet hem iets verder pakken. Niet daar. Nee, bij je, met je arm. Nee, niet met je andere hand. Even hier zo waar ik mijn hand heb, zeg maar. Ja. En dan dekentje. Dekentje. Ja. Nou goed, dit is Boa. B-O-W-A. De Koningspython. Dus Boa de Koningspython. Het is echt een schatje. Ik weet niet of je hem wat dichterbij kan doen. Of dat. Kijk, dit is Boa de Koningspython. Een schatje van een gozer. Echt een knapperd. Ik hoor oma ondertussen weer. Maar doe maar weer in de dekentjes. En dan kan je hem daar lekker vasthouden. Trouwens, dat is ook leuk om te vertellen. Ik heb tegenwoordig ook werk. Ja. Tenminste, ik ga donderdag heb ik een gesprek met de baas en dan gaan we een gesprek voeren over wat ik nou precies ga doen en wat ik verdien en waar. Ik word namelijk folder shit, weet je wel, folder bezorger. Nou, gewoon, ja, het is wel handig om te weten wat je. Nee, niet een soort. Ik ben al aangenomen, maar gewoon even informatie van wat je gaat doen. En wat voor moeite het allemaal gaat kosten. Ik ga iedere week. Ik hoor oma weer. Iedere week moet ik zo'n 184 folders. Verspreid over 3 verschillende wijken doen. Bezorgen. Ja, dat kan je zeggen. Maar het is letterlijk de Breeuwer. Het is de lijndraaier en nog eentje. Dus ik kan net zo goed. Ik ga gewoon naar de buren toe. Ik doe het er daarin. En dan neem ik Fanny mee. En dan ga ik gewoon lekker een rondje lopen. En
En daar verdien ik dan mijn geld mee. Want ja, een slang is niet gratis. Het moet ook gewoon eten hebben. In principe is een slang helemaal niet duur. Je hoeft alleen maar te betalen voor het eten. En dat is een muisje per maand. Ja, maar die gaan niet op mijn kosten. Dat is mooi. Maar dat is dus... Ja, ik kan wel even kijken of ik hem vandaag eten kan geven. Weer die stoel, hè, die me opfokte. Kijk, een sprintoma. Gaan we naar de keuken toe? Ik denk het wel, hè. Lelijke oma. Wordt oma dan wild? Of zou oma niet weten dat die deur dicht is? Zou ze dementie hebben? Of dat ze mij, dat ik de baas ben over, of over het feit dat, over oma. Oh, jongen toch. Ja, nee, het was een beetje te abrupt. Sorry, Bo. Ja, ik moet naar die keuken toe. Weet je, zullen we een ander spel spelen? Zullen we gaan op spelletjes.nl surfen ofzo? Ja. Kijk jongen, dit horrorspel. Oh. Spelletjes.nl, hier. Kijk, dit spel waarschijnlijk. Is hem gewoon niet helemaal. Jullie kunnen vrij weinig zien. Dus dat is mooi. Je wilt weten wat er allemaal op mijn tweede scherm staat, joh. Kijk, mijn laatst gespeelde spelletjes. Akelige oma schreeuw. Zullen we skeren Minecraft spelen? Ja! Let's do that. Dat is wel leuk om te weten. Er zit dus zo'n meisje in mijn klas. Ik ga geen namen noemen. Nee. Maar die speelde dus altijd. Of die speelde toen we op school zaten. Speelde die altijd Minecraft tijdens de les. En dan zei ze van ja, ik ben aantekeningen aan het maken. Dus, oké, laat maar zien. Ga ik niet laten zien. Oké, nou, omdat ze Minecraft aan het spelen was. Dus ze heeft geen aantekeningen. Dus oké, nou dan ben je een spelletje aan het spelen. Toen ze dan was ze aan het zwijgen. Oké, ik weet genoeg, werd het al gezegd. Maar bijna iedere les die er niet aan stond, zeg maar. Dus waar ze eigenlijk geen huiswerk voor had gedaan. Dan zou je zeggen, VWO, die weten wel beter, die mensen. Maar blijkbaar niet, hè. Ik weet niet of het aan het spel ligt of zo, maar... Nee. Wat is deze? Hoor je deze muziek? Kijk, deze Crafty. Kanker lopen over water. Ach. Ah.
Yes. Zo. Moet je deze graphics eens zien, joh. Zo. Moet je die onderkant ook zien, hè? Zal ik even speedbuild of zo? Oh, je kan toch ook in Minecraft, weet je wel, dat je dan zo speedbuilder bent. Goed. Als ik moet, als ik moet ingrijpen, dan hoor ik het wel. Je kan ook niet eens shift indrukken ook trouwens. Oké, wat heb je nog meer? Vuur. Ik wil wel vuur zien. Hop! Die ziet er wel beter uit dan de taart. Maar ik kan er doorheen lopen. Zo realistisch op zich, want dat kan ook in normaal Minecraft. Ja, en melk en water. Zo. Holy shit. Kan je ook op water weer... Als ik hier onder water ga, kan ik dan hier water in zetten? Nee, dat kan niet. Oké. Dat hebben ze... Nou, goed. Dat is wel redelijk. Vines. Oké, redelijk. Oh, crash. Oh, tot mijn verbazing. Ik begon gewoon met het kuts, denk ik. En wat is dit voor blok nemen dan? Dit is een betonblok. Paddenstoeltje. Paddenstoeltje. Nou, dat is een best paddenstoel. Dat zou ik even naast elkaar zetten. Maar op zich, in het echt is deze, of in de echt Minecraft is deze ook groter dan. Dan die. Maar kan ik er overheen lopen? Nee. Ik vind het wel gek dat het blokken zijn. Oké, volgende spel. Klaar. Zullen we huishanddokter doen? Ja. Deze voel ik wel hoor. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ja. Zo. Wat nu? Ja, die puisten. Ja, die... Ik hoef niet eens te knippen ook. Ik moet er gewoon overheen. Wat is dit? Epileer, sorry. Fik erin. Moet ik wel heen en weer of? Top. Ja, nee, ik doe dit heel zorgvuldig. Wat zijn het ook? Heb jij ooit iemand met zulke handen gezien? Nee, precies goed. Precies zoals ik het wil. Een schraper. Kijk, deze gebruik ik meestal voor mijn taarten, weet je wel. Deze gebruiken ze nu voor de handjes. Heb ik niks op tegen hoor. Van mij moet ze doen. Ja, gewoon een los stukje huid, weet je. Een boa laat je schrikken, dat moet je niet hebben. Stel je voor dat ze de beschrijving lezen. Dus dan, we gaan vandaag horrorspelletjes spelen. Ja, wat een horror is dit, hé. Ja, maar ik voel hem wel ook, hoor, dit. Ik weet niet welke... Oh! Ja. 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 Nou, leuk. IJs, baby. Voor de pootje. Play. Ja, nee, maar die laten we zitten. Dat is voor de puist.
Wat is dit? Flip bottle. Save the grill. Het is wel 2, hè? We hebben 1 nog niet gespeeld. He is tracking me. Oh nee. Een banaan. Haha. Oké, ik heb level 1 gehaald hoor. Dit voelt niet zo fijn. Next. Oké. He is too fast to control. Ja. Zullen we een IQ-spel spelen? IQ. Oké, Grindcraft. Als de Minecraft pro's die we zijn, moeten we het eigenlijk wel even proberen. Ja. Ik kies gewoon alle Minecraft-spellen. Ja, nee, precies. Hout, oké. Geef me hout. Waarvoor heb ik deze nodig? Daarvoor heb ik een stok nodig, daarvoor heb ik die nodig, daarvoor heb ik een boom nodig. Oh, oké. Met hout kan ik sticks maken, toch? Nou, dat maakt het toch wel weer zin. Sticks. Liefdeballen. Oh, dat is wel leuk. Ja, ken je dat? Ja, dat ken ik. Nou, maar ik wil... maar ik wil niet bekende spelletjes spelen. Maar... dan ken je alle levels. Hop! Zo goed ben ik gewoon, hè? Hop! Ja. Ho! Next. Kut. Hop. Hop. Nee, dat werkt. Oh. Ook net nog hoor. Kijk. Ik maak een kist. Kijk Milena, ik weet niet hoe het met jou zit. Wat kan ik hiermee? Nee, dat denk ik niet. Kan ik hier niet in... nee, daar kan ik niet in bouwen. Oké. Maar dan maak ik toch... oh, nee, wacht even. Dan maak ik toch gewoon zo'n koepel. En dan ben je er toch ook. Dit is wel echt voor hele slimme mensen alleen, hoor. Lach je jezelf nou uit of mij? Beide wel een beetje. Bouwen ligt sowieso wel lekker bij jou. Nee, dan grijp je. Oké, klaar met dit spelletje. Verveelt ook best snel. Dan hadden ze eerder zo'n irritant muziekje erachter kunnen zetten. Dan was ik blij geweest. Boeing Vliegsimulator.
Kijk, je hebt van die vliegsimulators, dan heb je echt zo'n. Waar is mijn tweede arm op de webcam? Nee, maar je hebt echt van die vliegsimulators, dan heb je dan echt zo'n stuur voor nodig. Maar wat ik dus zei, je hebt dus echt... Ja, Boa, jij steelt echt de show. Je hebt dus echt van die grote vliegsimulators te sturen. Dus ik ben benieuwd hoe dit te werk gaat. Ik ook niet. 50, 30, 40, 55. Safely takes 6 passengers. Oké, dus als er van de 55 mensen iets van 49 doodgaan, is het goed? Zolang maar 6 mensen het overleven. Hoe werkt dit? Hoe geef ik gas? Beweeg mij mijn muis meteen aan me. Ready for take-off, Big. Hop, kijk. Ja. Oh wacht, je moet hier doorheen rijden. Vliegen, rijden zou ik, hè? Kan je ook een salto maken of zo? Dit is wel echt heel goed. Ik voel hem ook wel. En dan zo omhoog en dan bam. Dan zo. Voorover zo. Nee, dat wordt het niet. Hij duikt ook niet voorover of zo. Wat een pixel of zo, hè? Hup, deze naar. Stop up. Jezus, Mina. Gods. Jezus, Gods. Oh. Ja, nee, dit is echt heel goed hoor. Ja. Ja. Dit is kwalitatief hoogstandje dit. Jezus, Mina. Ja, echt wel, hè? Ja. Echt, het moment dat het niet een beroemd spel is geworden of zo, dat verbaas je dan, hè? Dat je echt zo'n pareltje hebt. Oké, dit spel duurt te lang om te laden. Het zou kunnen aanduiden dat het een goed spel is, maar... Real Love Tester. Hoe vaak heb jij dit als kind wat niet gedaan? Oh, baby. Zullen we een baby proberen? Nee, er komt misschien een kind uit, Boa. Hallo, mag ik Fanny?
Nou, Femi. Ik ben met mijn Femi. Ja, nou, maar hij tikt hem. Hij vindt hem niet helemaal lekker tikken. Real love. Real love. Is puppy love iets? Oh ja, puppy love. Eigenlijk had het puppy love moeten zijn. En M-I-S-T-I. De... Hij doet het niet meer. Hij denkt van, bij real love stoppen we ermee. Dat vind ik wel een goed... Dat vind ik wel een goed dingetje, want de real love tester is ermee gestopt. Wij gaan er ook mee stoppen, gok ik. Wil je Boa nog even voor de camera houden, zodat de mensen thuis kunnen genieten van een slang? Echt een scheetje is het. Oké, nou goed. Echt een scheetje. Nou goed, fijne dag allemaal. Later, neem geen...